Welkom bij ABFF-TV met het programma van het Amsterdams Buurtfilmfestival. Een festival wat ieder jaar in december gehouden wordt in de Oba aan het Oosterdok, Oba Centraal. En in dit programma praten wij met filmmakers die eerder meegedaan hebben aan het festival. En dat doe ik samen met mijn collega en compagnon Kybret Mokone, de creatief directeur van het festival. Dag, welkom. Jan. Hallo, Kybret. Hoi. En wie hebben wij vandaag in het programma? Nou, heel bijzonder gast. Helemaal uit Amsterdam-Noord. Thea Storm. En ze zit hier. En zij is vorig jaar deelnemer aan het ABFF met haar mooie film. Zora is een soort robot. Oh, interessant. Spannend, ja. Spannend. Thea, welkom in het programma. Dankjewel, Jan. Dankjewel, Kybert. Wij vragen alle gasten altijd om iets mee te nemen waarmee ze kunnen aantonen welke buurt en iets over zichzelf kunnen vertellen. Wat heb jij meegenomen? Ik heb mijn laptop meegenomen. Ach. Want daarop staat een PowerPoint en dat vertelt iets over de buurt waar ik ben opgegroeid en waar mijn volgende film over gaat. Aha, aha. Maar Thea, dan gaan wij als eerst over jezelf. Zou je ons kort vertellen wie Thea Storm is? Mijn achternaam is niet voor niks Storm. Ik ben inderdaad Storm en Wrong. Ik wil nog steeds van alles en ik wou eigenlijk altijd van alles. Ik doe mijn leven lang al buiten mijn werk, wat in de IT-sector was, projecten. Door middel van vrijwilligerswerk. Ik kom altijd mensen tegen die leuke dingen doen en denk ik, oh, daar wil ik bij zijn. En ik wil het ook doen. En nou ja, zo werkt dat een beetje. En hoe doe je dat in het dagelijks leven? Ik ben nu met pensioen, maar ik werkte in de welzijnssector van, ik denk even 1983. En daar ben ik begonnen, ik heb een hbo-opleiding, een sociale academie. En daar ben ik begonnen met mensen die toen uit Suriname kwamen in de Bijlmer. Om hun verhalen te laten vertellen over hoe het is in Nederland. En daar stond ik achter de camera en dan nam ik dat op. Kijk aan, je hebt al ervaring met film. Ja. En je hebt een film gemaakt. En waar komt dat dan, dat creatieve van het filmmaken dan vandaan? Wat voor gezin kom jij bijvoorbeeld uit? Wat voor gezin? Ja, wat deed je vader en wat deed je moeder? Dat is leuk, want daar gaat dus mijn volgende film ook over. Maar dan wil ik wel een klein beetje vertellen. Mijn vader was gewoon vrachtwagenchauffeur op buitenlandse dienst, dus die was amper thuis. Daar heb je het niet van? Nee, daar heb ik het niet van. Ik denk van mijn moedertje. Mijn moedertje was toch wel heel creatief, kon dan ook, die deed echt van alles. Als je het hebt over feministen, dan denk ik dat mijn moeder was een feministe. Die stond te witten en te behangen en die leerde ons dat ook. Had je dan meer broertjes en zusjes die bezig waren met muziek? Wij zijn met z'n achten. Oh. Ah, lekker. Lekker groot gezin, inderdaad. Ja. In een hele kleine woning in de Nieuwmarkt. Heel gezellig. Mooi. We hadden wel een serre, een groot plat. En wij deden van alles op dat plat, theater. Ja. En mijn moeder haalde uit de speeltuin, haalde ze zand. En dat deed ze in tijlen en water in tijlen. En dat mocht allemaal... Ik bedoel, mijn moeder was daar heel goed in. We waren niet rijk, maar die verzon gewoon leuke dingen. Mooi creatief. Die creatief. Was heel creatief, ja. Of van alles. Jij bent dus geboren in Amsterdam, in het centrum. Hè? En nu woon je in Noord. Als ik jou... Bijna, dus altijd in Amsterdam. Hè? Wat is dan Amsterdam voor jou betekend? Amsterdam is heel belangrijk voor mij. Ik voel me daar thuis. De grond onder mijn voeten. Ik denk... Hier hoor ik. Ik zou ook nooit in een andere plaats willen wonen. Ik ga ook niet graag op vakantie. Klinkt heel raar. Ik amuseer me zomers prima in Amsterdam. En het komt ook eigenlijk omdat mijn vader komt dan wel is Belg, komt uit België. Maar zijn voorvader die komen weer uit Amsterdam. Ja. En eigenlijk is Hendrik Storm in 1791... vanuit Noorwegen naar Amsterdam gekomen. En al mijn voorvaderen die woonden of in de Koningsstraat of de Leidsegracht of de Snoekjesteeg of allemaal bekende namen waar ik ook als kind doorheen loop en nu nog van oké, daar heeft die gewoonte. Daar. Ik vind het geweldig. En wat is dan voor jou de mooiste plek in Amsterdam? De mooiste plek in Amsterdam
is toch eigenlijk wel dat kleine straatje, omdat ik daar natuurlijk mijn jeugdherinnering heb. Welke straatje? Welke klein? De Nieuwe Ridderstraat, waar ik geboren ben en waar ik gespeeld heb. Ook de Lastage weg, maar dat zijn dingen die sinds de metro er niet meer zijn. Dus, maar die omgeving, dat... Mooi. Als ik buitenlandse mensen heb, dan neem ik ze graag mee naar dat stukje. Ja. En ook de Rechtboomsloot, de Kromboomsloot. Ja, omdat de huisjes op de Rechtboomsloot en de Kromboomsloot vind ik zelf mooier en stiller en aangenamer dan de Prinsgracht of de Herengracht of zo. Grappig. Maar nu woon je in Amsterdam-Noord, hè? Ja. Ik weet niet precies welke buurt. Kun je het kort beschrijven? Of ik woon nu in de Bungert. En de Bungert is een... eigenlijk toen ik daar kwam wonen, daarom viel ik daarvoor, was eigenlijk een experimentele opzet. Hmm. Ik denk iets van 500 huizen. En de hele buurt zou zo worden. Met hele rare architectuur. Ik woon in een soort Japans blok met vier andere mensen. Mensen snappen ook niet hoe mijn huis in elkaar zit, want je moet bij mij in de achterkant naar binnen. Is dat nieuwbouw? Nieuwbouw, ja. Ja, okay, ja. Ja. Helaas is het niet verder gebouwd. Het plan was eigenlijk van die planoloog om daar een wijk van te maken, zoals de Amsterdamse school. Dat er allemaal mensen zouden kijken, kijk deze wijk. Maar de gemeente zei, het is allemaal te duur. En nou zitten er weer van die lullige huisjes voor de rest van... Het is een beetje onafgemaakte buurt. Ja, ik vind het, de mensen die die andere huizen kopen, die vinden dat wel leuk. Ik woon zelf in een huurhuis. Om koophuizen te financieren moest de BAM natuurlijk subsidie hebben. Dus er kwamen dan 30% huurhuizen. Ja, en ik was een van de gelukkigen, omdat ik mijn huis, mijn laatste huis in de Nieuwmarkt, die werd dus gekocht. Maar is daar leuk wonen? Moest uit. Ja. Ik vind van wel, maar dat komt natuurlijk omdat ik in een straat ben komen wonen, nieuw, pas, met allemaal mensen, jonge mensen toen, die ook allemaal nieuw waren. Dan loop je met elkaar binnen van, heb jij een laddertje, heb jij een hamertje, heb jij een boordje. Iedereen kent elkaar, we kennen de kinderen kennen mij. En als ik door de straat loop of door de buurt loop, gisteren nog, dan was ik bij het bruggetje en er kwamen drie jongens fietsen. En een jongen zei tegen mij, ik moest heel hard denken, hey Omi, wat leuk dat ik jou zie. En ik denk, oh ja, Karin. Amsterdam is eigenlijk een verzameling van kleine dorpjes, hè? Precies. Nou, dat is wel mooi. Ja. Zo, ja. Maar die had ik in 5 jaar niet gezien, dus ik moest even nadenken. Ja, ja, maar ja. Hij herkende mij dus ook nog steeds. Dat vind ik leuk. Hey, laten wij nu over Zora praten. Zora is een mooie naam. Nog geen mens, maar robot. Je hebt vorig jaar een mooi film daarover gemaakt. Wil je kort vertellen over je film? Ja, ik wou een film maken om te laten zien eigenlijk hoe belangrijk Zora is voor ouderen. Om, Zora is een robot, hè? Zora is dus een zorgrobot, vandaar dat het ook zo heet. De ouderen... het is zo moeilijk om ze uit de stoel te krijgen, om ze in beweging te krijgen. Of sommigen zijn heel onrustig. Dus het leuke is, ik programmeer de robot. En als ik dan bij de ouderen ben en ik heb een groep die heel onrustig is, dan laat ik Zora een klassieke muziek spelen. Of voordat je alles gaat weggeven over de film. Yeah. Laten we eerst even gaan kijken. Dan praten we zo meteen verder over. Ja, is goed. Gaan kijken. Ja.
Hallo Sora. Met mij gaat het goed en hoe gaat het met jou? Met mij gaat het ook goed. Wil je even voorstellen? Ik ga me eerst klaarzetten. Mijn naam is Sora en dat staat voor zorg, ouderen, revalidatie en animatie. En ik woon in het Edward Douwe-Dekkerhuis. Ik ben een robot die het lichaamsvorm van de mens heeft. En wordt ingezet tijdens bewegingsactiviteit, bijvoorbeeld bij revalidatie. Verder zorg ik voor plezier. Activering en beweging door middelen van dansen, verhalen voorlezen en spelletjes spelen. En jij? Mijn naam is Thea Storm en ik zorg ervoor dat jij kan werken. Waarom doe je dat? Nou, ik vind het fijn om met je te werken. Oh, ik vind het ook fijn om samen te werken. Zie je wel, dat is leuk. Weet je, je bent heel bijzonder. Want jij bent een van de dingen die straks, als ik 10 jaar ouder ben, heel nuttig en heel handig zijn. Jij zorgt ervoor dat ik het hartstikke leuk vind om samen met jou te communiceren. Maar er zijn ook andere dingen in die tijd. Dat noemen ze ook robots, alleen heeft het een andere naam, zoals mobieltjes. Maar ook dingen in je huis die gordijnen kunnen openen. Of artsen kunnen waarschuwen. Of verzorgend personeel kunnen waarschuwen. Al die dingen tezamen, al die soort dingen die ze onder de vorm van robots douwen. Al die dingen die maken dat ik straks over 10 jaar in mijn huis kan blijven wonen. Daarom programmeer ik jou. Daarom vind ik het leuk om met jou te werken. Want daardoor leer ik ook al die andere apparaten te bedienen. Snap je? Waarom zou je willen weten hoe dat werkt? Nou, ik ben nieuwsgierig. En straks zijn er geen verpleegkundigen of zorgmensen meer. En dan? Kan dat dan niet zonder robots? Ik ben bang eigenlijk van niet. Want alle jongeren die zijn niet zoveel als alle ouderen straks. Nu, ik kan als je zo oud bent de krant voorlezen. Samen dansen en ook grapjes met je maken. Dat vind ik heel fijn. Ik ben ook blij met jou. Ik ben hartstikke blij met jou. Je maakt een hartje voor me. Wat lief. Thea en ik hebben samen genoten van dit gesprek. Wij hopen jullie het ook leuk vinden. Tot ziens. Tot ziens, Sora. Tot de volgende keer. Deze robot die is eigenlijk bedoeld voor de ouder hier in het verzorgingshuis Edward Douwe-Dekkers. Daar is hij ook voor. Hij brengt entertainment. Hij zorgt ervoor, omdat hij ook allerlei armbewegingen kan doen of andere bewegingen, dat ouderen in de stoel of in de rolstoel zitten bewegingen maken.
Hij kan een stukje gaan lopen, waardoor sommige ouderen die niet uit hun stoel willen, ik heb geen zin, toch eigenlijk een beetje verliefd raken op deze robot en naar hem toe komen. En toch uit de stoel komen. Dus er zijn allerlei manieren te bedenken om ouderen te motiveren om iets samen met die robot te doen. Het gaat dus om communicatie tussen de robot en de ouderen. En verder kan hij ook zingen en dansen, dan doet hij ook bewegingen. Veel mensen die dement zijn, kunnen toch nog goed muziek zingen uit hun jeugd. Zo deed ik gisteren bijvoorbeeld Old Carol van Palanka, volgens mij. En er waren 3 van die uit de groep van 8 die het lied konden en konden meezingen. Nou, dat is werkelijk geweldig. In de coronatijd heb ik een aantal dingen geprogrammeerd die extra waren. Er was bijvoorbeeld hier een dame die werd 100 jaar. Daar mocht dus geen familie bij. Daar mocht dus alleen maar 1 verpleegkundige bij. Ik heb in de deur gestaan. Dat mocht wel. En de robot naar die dame toe laten lopen. Dus op 1,5 meter afstand. Daar ging hij een verjaardagsliedje voor haar zingen. En heeft hij gezegd dat hij namens de familie, de verpleegkundig personeel van dit huis, die mevrouw hartelijk gefeliciteerd en ondanks de corona toch een hele blije, gelukkige dag wenst. En verder zitten er allerlei kleine programma's in deze robot, waarmee verpleegkundigen, die ik dan leer om ermee te werken, naar de afdelingen kunnen gaan en daar met de ouderen bezig zijn. Dat zijn de dingen die we met robot hier doen. Maar hoe kom jij zelf bij deze robot? Dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Ik deed een cursus fotografie en daar was de activiteitendame van dit huis. Deed dat met de ouderen ook en we raakten in de praat. Ik kom uit de IT-wereld en ik vertelde dat ik een liefde heb voor robots. En toen zei ze heel enthousiast, nou, we hebben een robot in de kast staan en niemand doet er iets mee. Wil je niet vrijwilliger van die robot worden? Daar zei ik natuurlijk uiteraard ja op. En zo werk ik eigenlijk al 4 jaar buiten de coronatijd met deze robot. Ja, grappig. Mooie film. Dank je wel. Met het idee om dit film te maken eigenlijk. Voornamelijk omdat ik het zo belangrijk vind dat ouderen leren wennen aan robots. We gaan een toekomst tegemoet waarin we te weinig mensen hebben om ouderen te verzorgen. Dus er moet iets anders worden verzonnen. Nou zeg ik niet dat dat robotje dat is. In welke vorm dan ook, robots zijn belangrijk. Of je nou thuis woont, of dat je in een verzorgingstehuis woont. Ik probeer nu bijvoorbeeld in mijn huis allerlei gadgets, robotachtige gadgets erin te zetten. Zodat bijvoorbeeld eentje, en dat lijkt niet op een robot, het is een soort staafje. Mm-hmm. En dat maakt voor mij een dagindeling. Het is natuurlijk raar, want ik ben gezond. Waarom zou ik een dagindeling moeten hebben? Maar als ik over 10 jaar zeg lichtelijk dement word, dan zit die dagindeling al in mijn hoofd. En zo probeer ik ouderen te vertellen hoe belangrijk het is dat je dus wel bezig moet zijn met techniek en met jezelf te laten wennen. En zo'n robot, dat is al een stapje om te laten wennen aan iets robotsachtigs, in welke vorm dan ook we dat in de toekomst krijgen. Maar dat het komt, omdat we te weinig verzorging hebben, dat zeker. Maar dat is best wel ingewikkeld om dat hele, die hele problematiek in beeld te brengen. Wat vond jij, hoe ging het maken van die film? Met wie heb je dat gedaan en wat vond je het moeilijkste eraan, zeg maar? Ik heb hem gemaakt met Kiebert, dat vond ik heel lief. Hij heeft zichzelf aangeboden om te filmen. We hebben samen een plannetje bedacht, zo en zo gaan we het een beetje doen. Je hebt wel een draaiboek gemaakt. Ik heb daar wel een draaiboek over gemaakt. Ja. Zelfs een storyboard hoorde ik. Ja, dat bedoel ik met een. Ja. Ik maak dus altijd storyboards. Hè. Ik vind het belangrijk om een beetje te weten wat gaan we precies doen en wanneer gaan we ook dingen precies doen als je een film maakt. Van Kiebert kwam dat interview dat ik wat vertelde over mezelf, want dat zat er bij mij niet in. Ik wou die robot alleen laten zien wat hij kon. Nee. En achteraf denk ik dat was een hele goede zet.
Ja, want ik miste dan wel de reactie van de bewoners zelf. Hoe reageren die nou op zo'n robot? In de film, hoe is dat? Ja, in de film, ja. Ja. Was dat het probleem ook? Is dat moeilijk om zo'n film op te zetten? Wat was je plan? We hadden te weinig tijd om dat te regelen, want daarvoor moet je ontzettend veel werk doen, want je komt tegen privé problemen aan. Oh ja. Dus dan moet je echt privacy. Mensen gaan vragen. Ja. En niet die ouderen, maar dan weer degene die de ouderen verantwoordelijk is en zo. Dus dan zou je eigenlijk 3 maanden van tevoren moeten beginnen. Ja. En dat is ook een van de moeilijkste dingen, toch? Ja, dus daarom, kijk, als dat niet kan, dan moet je dingen eruit laten. Ja. Uit een film. Wat niet kan, dan moet je andere oplossingen zoeken binnen een film. Ja. Zo van, oké, dit lukt niet. Probeer eens anders iets creatiefs. Dus we hebben dit eigenlijk samen zo perfect gedaan. Mooi. Ja, ben je wel tevreden met het eindresultaat? Ja. mooi. Okay. Nou, hartstikke goed. Het is mij duidelijk, toen heb je mij ook tijdens jouw opname, had je mij ook kort verteld. Maar als ik jou nu vraag, je hebt het wel gezegd, hè? Je hebt het wel gezegd hier in de interview. Als ik jou nu vraag, in hele korte zin, wat is jouw kernboodschap met deze film? Wat wil je aan de kijkers meegeven? De robots komen eraan. Hoe dan ook. Ja, dat is goed. En zorg heeft dat nodig dus. Ja. En betekent dat ook dat je daarin doorgaat? Dit vrijwilligerswerk wel. Ja. Want hoe waren die reacties op deze film? Het EWD, daar heb ik dus toestemming gevraagd, want we moesten daar dus ook filmen. Ja. Die vonden het erg... EWD? Ja, Edward Douwe Dekkershuis. Ja, het is gewoon een afkorting, sorry. Ja. Dat is natuurlijk beroepsgedoe. Ja. Maar die vonden het een prima film en die hebben hem ook best gebruikt als promotor voor andere zorginstellingen die ook onder die koepel vallen waar dan het Edward Douwe Dekkershuis onder valt. Ja. Om te kijken, hebben ze daar ook een robot in de kast? Want helaas, er is in 2016-17 een hype geweest van die robots. Je zag ze ook overal op tv. Mm-hmm. Dus iedere zorginstelling die had er zo eentje. Ja. En daarna zijn ze dus, omdat niemand eigenlijk goed weet hoe ga je ermee om, wat ga je ermee doen, zijn ze in de kast verdwenen. Ja. Ik had het zeker nog ver meerdere jaren door met de robot, denk ik. Ja. Je hebt de film gedaan vorig jaar. Als ik het nu over de film denk, dan is het mijn vraag, je hebt het ook hier gezegd, wat next? Waar ben je mee bezig? Ik heb in 2018 voor de ouderen van de OBA in een kader van project Praten over vroeger, heb ik een PowerPoint gemaakt over mezelf van vroeger. Want ik dacht als... Oh, dat is wat waar ik van ben. Dat is wat het is. Ja. Dus ik heb foto's uit het fotoalbum van mijn ouders gehaald. Ik heb foto's van het Amsterdams archief gehaald. En ik heb dus een PowerPoint gemaakt van de buurt waar ik in ben opgegroeid. En daar ga je film over maken. En toen dacht ik dus, toen we het opnieuw met films hadden, toen dacht ik, ja, maar ik wil eigenlijk... die PowerPoint omvormen tot een film. Ik heb alles bij de hand. Want die Nieuwmarktbuurt, die is zo veranderd door de metro. Ja. Al de dingen zijn weg. De ome Jan en de tante Truus, waarmee ik ben opgegroeid, en dat waren dan bijvoorbeeld de kruideniers, of de buren. Ja. Iedereen heet ome Jan en tante Truus, zoiets, hè? Ja. Laat ik het zeggen. Die zijn ook weg, want er zijn allemaal nieuwe mensen gekomen die de huizen hebben opgekocht. Dus de Nieuwmarkt is niet meer de Nieuwmarkt zoals ik hem kende. En jij wil dat in beeld brengen? En dat wil ik in beeld brengen, hoe het vroeger was. God, Thea, ik zou nog zoveel meer willen vragen over al die onderwerpen die we vandaag besproken hebben. Over de buurt in Amsterdam, het volkse karakter wat er niet meer is. Die robot die nodig is in de zorg, hoe de zorg erop reageert. Helaas, de tijd ontbreekt mij om daarmee door te gaan. Ik wil je hartelijk bedanken voor je deelname aan dit programma. Dank je wel. Ik vind het ook prettig om even te kunnen vertellen wat mij bezighoudt. Fijn te horen. Kiebrit, jij ook bedankt. Je hebt weer een geweldige gast uitgekozen. Dank je wel. Je hebt een prachtig programma gemaakt. Ja, mooi. En kijkers thuis, jullie ook allemaal bedankt voor het kijken. Ik wil zeggen, tot de volgende uitzending van ABFF TV.